Door middel van state-of-the-art technologie maakt de Alpine Stars TechAir 5 MotoGP-bescherming mogelijk voor de straatrijder. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Alpine Stars TechAir 5 beschikbaar bij Motorkleding Center. De Alpine Stars TechAir 5 is een standalone airbag vest en is op die manier te combineren met een groot scala aan jassen. Het kan onder een textiele jas gedragen worden, maar eventueel ook prima onder een leren jas. En het idee van dit airbag vest is eigenlijk dat je op die manier een extra dimensie aan bescherming toevoegt aan je huidige motorkleding. De 6 sensoren in de TechAir 5 zorgen er eigenlijk samen voor dat er constant wordt gemeten wat je aan het doen bent op de motor. En op het moment dat het fout gaat, detecteren deze sensoren dat en zullen ze er dus samen voor zorgen dat de airbag tot activatie overgaat. De activatie is vrij snel, we hebben het hier namelijk over 20 tot 40 milliseconden vanaf het moment dat de airbag door heeft dat er iets misgaat en het activeren hiervan. En dit zorgt er dus voor dat je eigenlijk altijd direct protectie hebt op het moment dat het nodig is. Het grote voordeel van het airbag systeem is dat het niet alleen zoals bij een rugprotector de rug beschermt, maar voornamelijk ook bescherming biedt op de voorkant, rondom de borst, rondom de schouders en dus ook op de rug. En het grote voordeel van dit systeem is dat je dus over je volledige bovenlichaam beschermd bent tegen eventuele impact. De TechAir 5 heeft een interne accu en deze interne accu heeft een gebruiktijd van ongeveer 30 uur. Hij kan gemakkelijk opgeladen worden door middel van een USB-C aansluiting. En op deze manier kan je er dus altijd voor zorgen dat je op gemakkelijke manier het TechAir vest kan blijven opladen. Wat goed is om te weten is dat de TechAir 5 vest één cartridge erin heeft zitten en op het moment dat deze eenmaal geactiveerd is en de TechAir vest dus eigenlijk eenmaal gebruikt is, deze opgestuurd moet worden naar Alpine Stars om de cartridge te laten vervangen. Dit is iets wat altijd gedaan moet worden nadat hij geactiveerd is, omdat het TechAir vest eenmalig tot activatie over kan gaan en daarna dus moet vervangen worden door middel van een nieuwe cartridge. Het TechAir 5 vest is puur en alleen geschikt voor straatgebruik en absoluut niet voor gebruik op het circuit. Dit is namelijk zo omdat de sensoren zo ingesteld zijn dat de G-krachten die op een circuit ervaren worden ervoor zullen zorgen dat het systeem wordt geactiveerd, wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is. Alpine Stars heeft naast de TechAir 5 ook nog het TechAir Race vest en deze is specifiek bedoeld voor gebruik op het circuit. Alpine Stars heeft ook nog een app ontwikkeld. In samenwerking met de TechAir 5 kan deze via Bluetooth makkelijk gekoppeld worden. En op deze manier kan je via de app ook eenvoudig enkele settings wijzigen. Verder is de buitenlaag van het jasje eigenlijk voorzien van een meshmateriaal. Dit zal ervoor zorgen dat ventilatie die eventueel door de buitenste jas gaat, ook gemakkelijk het lichaam kan bereiken. Zodat je het niet te warm krijgt op het moment dat je het vest aan hebt. Verder is het vest nog voorzien van een vrij duurzaam materiaal wat er ook voor zal zorgen dat het niet makkelijk zal gaan slijten en je het dus vrij lang kan blijven gebruiken. Tommy is 1,80 meter, weegt zo'n 80 kilo en draagt van de TechAir 5 maat XL. Zoals we kunnen zien is deze maat te groot en het is zeker belangrijk bij een TechAir, maar ook bij een airbag vest in het algemeen, dat de aansluiting echt goed direct op het lichaam zit, zodat de airbag vest optimaal kan functioneren. Als we de achterkant van de jas gaan bekijken, dan zien we hier ook het hele besturingssysteem wat samenkomt. En ook zien we de ingangen van de slangen die naar het airbag vest en het systeem leiden. Verder zien we nog dat er ook nog een soort losse rugprotector is aangebracht, die dus los van het airbag vest ook nog een klein beetje bescherming kan bieden. Ook zien we rondom de schouders en rondom de zijkant dat er nog een stretchmateriaal is aangebracht, zodat comfort en de aansluiting van het vest altijd voldoende zullen zijn. Vond je deze video leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even het belicoontje in te drukken, zodat je op de hoogte gehouden wordt van wanneer wij een video online zetten. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en bedankt voor het kijken.